Welkom. Welkom bij Obla, online tv voor overheidsmanagement. In de zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager en de professional kijken we naar verschillende facetten in wat maakt nou dat je goed kan worden in je werk, of dat al bent, en wat is daar dan het belangrijkste in. Vandaag hebben we het over zelfsturing in de jeugdzorg. Discussieer mee via hashtag Obla. Abonneer op ons kanaal, dat kan rechtsboven in beeld. En stel vooral vragen, denk na over waar we het over moeten hebben. Dit gesprek doen we met een aantal gasten die hier een werk van hebben gemaakt. Ilke Blokker, je bent initiatiefnemer van het Instituut voor Publieke Waarde. Bekend geworden met het Sjaal Hospitaal, komen we zo op terug. Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van Jeugdzorgagglomeratie Amsterdam, BAA. Ik ben heel benieuwd wat voor revolutie jij predikt vanuit Amsterdam. En nu Public Management, we zijn er heel veel mee aan de slag gegaan. Maar kijken, wat hebben we ervan geleerd, wat hebben we aan overgehouden, wat moeten we vooral niet doen. Dat is een onderzoek wat je recent hebt gepubliceerd, Karin Geuyen, verbonden aan de USBO, Utrechtse School voor Openbaar Bestuur. We gaan het hebben over de zelfsturende professional. Mag ik maar beginnen, waarom ben je begonnen met een instituut voor publieke waarde? Blijkbaar vind je dat we... Ja, waarom zijn we daarmee begonnen? Eigenlijk om het volgende. Wij zien een terugtredende overheid, of althans we prediken dat die terugtreedt. We zien vooral kennis in de bestuurskunde, maar ook in sociologie, methodiekontwikkeling, et cetera, die eigenlijk alleen maar heeft geleid tot een groeiende overheid. Meer grip op economie, meer grip op populaties. We weten niet zo goed hoe we moeten terugtreden. We zien nu heel veel beleidsplannen die misschien wel uit de wensen, de politieke wensen, voortzetten in beleid. Maar het is nog te weinig met kennis geladen. En wij willen kennis ontwikkelen met het instituut. Noem eens een voorbeeld. Wat is een waar zie je iets gebeuren of je zegt dit is niet bewezen of dit is iets... Nou, de hele decentralisaties zijn helemaal niet bewezen. Er is geen decentralisatietheorie. We kunnen er wel optimistisch aan werken. Maar het liefst wel met kennis geladen. En die kennis die moeten we voor een heel groot deel nog ontwikkelen. Onder andere in experimenten. Maar die experimenten kunnen in zichzelf heel waardevol zijn. Maar de externe waarde in termen van kennis is... Wat kan je eraan doen? Want soms hebben we het ook over Jeugdzorg Amsterdam. Over hoe je toch als enorme organisatie in dit spel nog het goede kan doen. Ja. Hoe ga je als nieuwe kleine partij daar proberen tegenaan te duwen? Nou, wij doen twee dingen. Wij doen voornamelijk actieonderzoek. Dus dat betekent dat we problemen oplossen van gezinnen door er op de bank te gaan zitten en hun problemen proberen op te lossen. Of het optuigen van een dakloze opvang en daar problemen mee op te lossen. Dat is mooi om die problemen op te lossen, maar het is ook interessant wat je daarvan kunt leren. En wij zetten zelf op waar de blinde vlekken ontstaan bij die terugtredende overheid, zetten we zelf ondernemingen op. En een daarvan is Sjaal Hospitaal. En als ik naar Erik zijn werk zou kijken, dan zou ik vooral zeggen, ja, Erik is eigenlijk ook gewoon bezig met één groot actieonderzoek. Maar dan met als bureau jeugdzorg, als baas van bureau jeugdzorg. En ja, die bouwt er eigenlijk ook gaandeweg continu aan kennis. Wat leer je van hem? Action Research haalt daar bevindingen uit. Wat leer jij eruit? Nou nee, ja, of ik daar iets van leer, het is vooral gewoon heel goed dat je, want er werd net even gezegd, evidence-based, hè, het moet allemaal bewezen, maar als je nieuwe dingen gaat doen, dan zijn die per definitie niet evidence-based. Dus als je dan van tevoren van alles verwacht dat het evidence-based is, dan komt er dus geen innovatie tot stand. Dus dat is altijd wel even een kleine kanttekening. En we weten in ieder geval, één ding is evidence-based, het huidige jeugdzorgsysteem is ziek. Dus daar moeten we vanaf. Dat experiment is mislukt. En dan gaat het natuurlijk om hoe je dan op een verstandige manier, terwijl er juist nog weinig bekend is over hoe dan zo'n decentralisatie succesvol kan gaan. Het is de grootste hervorming sinds Thorbecke, wat er aan de hand is. Om het op een gecontroleerde manier te doen. En dan is het actieonderzoek, dat is gewoon proberen al iets te verbeteren. En first act, maar daar ook tijdens het verbeteren op reflecteren. En dat niet in eerste instantie gelijk over de hele linie doen, maar eerst even in het klein. Dat is denk ik de goede manier. En als het Sjaal Hospitaal succesvol is, dan zijn wij minder nodig. En dat is een goede zaak. En je zegt het best scherp, de jeugdzorg is ziek. En niet alleen de jeugdzorg, de zorg is überhaupt geen dag in een krant zonder iets over de zorg. Het is misschien niet helemaal nieuw public management te wijten, maar je hebt wel duidelijk een aantal statements gemaakt. Niet zozeer waardoor het ziek is geworden, maar wel wat we daaruit zouden kunnen verbeteren. Wat zijn dingen die jij het belangrijkst vindt? Nou, wat je heel breed ziet natuurlijk, is eigenlijk in alle publieke organisaties bedrijfsmatig werken. Hè? Het moeten werken naar het model van het bedrijfsleven, dus in de zin van...
allerlei targets halen. En dat heeft enorm veel hele goede dingen opgeleverd. Hè? Veel meer transparantie, vraaggerichtheid en dat soort dingen allemaal. Echt hartstikke goed, maar dat heeft ook een aantal echt hele negatieve dingen opgeleverd. Namelijk dat je naar die targets toe aan het werken bent bijvoorbeeld. En dat je daarmee een beetje uit het oog verliest. In het allerslechtste geval van waar het ook alweer over ging. Hè? Erik zegt dat vaker van de veiligheid van het kind centraal bijvoorbeeld. Dat net iets minder belangrijk is soms dan, maar we moesten ook nog zus en zo veel bezuiniging halen of zus en zo target halen. En dat is wel een van de uitwassen van New Public Management. Hoewel dat voor de rest dus ook ontzettend goede kanten heeft. Gelukkig ja. dat het ook hele goede kanten heeft en dat moeten we vooral handhaven, denk ik. Wat maakt dat voor jou? Want je maakte eerder een vergelijking met Buurtzorg Nederland, Jos de Blok, die... elke dag mag optreden volgens mij met zijn succesverhaal. En jij gaf aan, het verschil zit duidelijk in, hij mag van scratch af aan, is hij begonnen, heeft hij cherrypicking in positieve zin, hè? De juiste mensen verzameld voor het goede doel. Jij moet het doen met goede mensen, maar wel in een systeem waar je in zit en waar je mee moet denken. Hoe kan je dan hier tegenaan vechten? Hoe kan je dan strijden, zorgen dat jouw mensen gewoon hun werk kunnen doen? Want als we het hebben over zelfsturende professional, is het aan jou om te zorgen dat zij ook daadwerkelijk hun werk kunnen doen. Ja, ik geloof dat het boek leiding geven aan professionals, niet doen al geschreven is, maar we zouden het boek ruimte geven aan professionals, niet doen ook nog kunnen schrijven. Omdat mijn ervaring is dat, die professionals, daar zit de kennis. Als je die weet, als je de kracht van de professionals, de passie weet te ontketenen en de logica van de uitvoering in de leefwereld centraal kan stellen, dan gaan er mooie dingen gebeuren en dan worden de maatschappelijke problemen opgelost. Alleen het gaat niet vanzelf. En ik zeg wel eens, je moet dus bottom-up energie en bottom-up ontketenen van positieve energie, moet je top-down ontketenen. Dus dat zou in ieder geval een belangrijk punt zijn. Maar top-down betekent niet op target sturen, dus dat ben ik heel erg met Karin eens. Sterker nog, mijn ervaring is dat als je haalt die bekende targets doorlooptijden productie, die haal je door er niet op te sturen. Die haal je door te sturen op waar het om gaat. Dus inderdaad, in ons geval is dat dan de waarde ieder kind veilig, ieder kind blijvend veilig. Hè? Dus ook dat als je eruit bent, dat het dan weer niet instort, maar dat het gezin met het netwerk gewoon zelfstandig verder kan. En wij merkten, vroeger moesten de plannen van aanpak bijvoorbeeld binnen 6 weken klaar zijn. Nou, dat waren ze. Maar dat waren slechte plannen van aanpak, er werden vinkjes gezet, er werden handtekeningen bij ouders ontfutseld, want dat was dan ook nog een criterium. Het is ook pas klaar als er een handtekening van de ouder onder staat. En dus haalden we voor een groot deel. Ja, we halen het voor een deel, maar dat sloeg nergens op, want het waren lege plannen van aanpak. En voor een deel halen we het ook niet. Want door medewerkers weer terug te brengen in wat is nou de meest effectieve manier om zo'n gezin te helpen. Dat is dat als je de zorgmelding krijgt, want dan is er dus iets ernstigs aan de hand, dat je dan niet eerst een brief schrijft. Wij nodigen u uit op kantoor om 2:00 PM over 6 weken. Die natuurlijk nooit worden gelezen, opengemaakt, laat staan dat die mensen komen. En daarna een rappelbrief en nog een brief en dan ben je 4 maanden later. Maar door direct, als je de zorgmelding binnen hebt, te bellen, nog een keer te bellen, te mailen, te whatsappen. En als je dan geen contact hebt, de dag daarna bij de deur te staan. En als dat ook nog niet lukt, zelfs een keer even met de politieagent naar binnen proberen te komen. Je bent de laatste in de hele lijn van zorg waar je niet heen zou willen, maar dan kom je er uiteindelijk toch terecht. Ja. We hebben een product wat niemand wil, dat klopt. Nee, dat is dit. En de belangrijkste vraag van de klant is, hoe kom ik zo snel mogelijk weer van je af? Ja. Maar dat is eigenlijk ook, dat hebben we dus gemeenschappelijk gemaakt. Dat zeggen we ook, we hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk hoe komen we zo snel mogelijk weer van elkaar af. Dat is meestal wel een leuke opening. Of dat de beste verkooptechniek is, dat is maar... Wat jij probeert te doen, is zorgen dat mensen niet bij Erik terechtkomen. Nou, wij met het Sociaal Hospitaal zeggen wij, we constateren, wij doen zelf al 10 jaar onderzoek naar die multiproblem gezinnen. En dat doen we telkens met 10 gezinnetjes dit en 16 dat en et cetera. Maar dat is in zichzelf hartstikke interessant en er komt heel veel moois uit. Maar als je echt impact wil maken, dan is het, dan moet het groter en dan moet het leiden tot een andere status quo. Want wij zeggen, we weten al 10 jaar dat die gezinnen, die zo duur en zo complex zijn, dat daar weinig resultaat wordt behaald tegen heel veel geld. Laten we die perverse prikkel eens een keer omdraaien en kijken wat er dan gebeurt. Dus als we nou eens de prikkel zetten op minder zorg in die gezinnen, maar wel met plannen die ze zelf begrijpen. Het uitgangspunt is voor jou, het beste plan voor een gezin is een plan wat ze nog zelf begrijpen. En dat betekent dus bij
ja, per definitie geen 5 hulpverleners in het gezin. Tenzij het gezin begrijpt wat die 5 daar doen. En als het er op dit moment 3 zijn, dan zijn het er 3. En daarmee kun je dus goedkopere, betere plannen maken. Hoe gaat dat in de praktijk? Want in papier snap ik hem. In papier snap ik dat ook Bureau Jeugdzorg Amsterdam ooit zo is begonnen. Niet met het idee, we gaan veel mensen organiseren. Überhaupt een sector niet. Ik refereerde net al even naar de radio-uitzending. Jullie hebben verteld wat jullie idee is, wat jullie doen. Er zijn ontzettend veel reacties gekomen van mensen die zeggen, nou, ik kan wel een beetje hulp gebruiken. En hoe is het sindsdien gegaan? Want ik kan me voorstellen dat je in hetzelfde patroon vervalt. Hoe orden je die vraag? Hoe ga je daarmee om? Ja, kijk, dat heeft heel erg met mensbeeld, denk ik. Primair met mensbeeld te maken. Wij krijgen meldingen van gezinnen die bureaucratische problemen hebben. Hè? Dus die zeggen, wij komen er niet meer uit. Ik weet niet welke stap ik nu moet zetten. Ik heb al alle loketten al gehad. En wij proberen ze 1 stap in de goede richting te helpen. Maar wat we eerst doen is een overzicht produceren van wat ze zelf aan problemen definiëren. We krijgen hele lange mails binnen. Hele lange mails. Daar proberen we de kern uit te halen, overzicht te maken. Dan wordt het ook letterlijk te overzien voor ze. En wij zeggen van, joh, u heeft een hectisch leven over het algemeen. Maar we maken nu een oplossing waarmee we u die hectiek weer teruggeven. Die gaan we niet oplossen. Maar wel, we proberen wel met elkaar voldoende bestaanszekerheid te organiseren. En that's it. Meer niet. Dus het is misschien een rot leven. Het is niet mijn leven. Maar het is uw leven. En wat wij zien in de praktijk van wijkteams en dus die wij met het instituut onderzoeken, is dat we vooral, dat we maar blijven helpen om dat geluk van die gezinnen te maken. Maar de overheid gaat het geluk niet maken. Heel veel gezinnen worden er ongelukkiger van. En dus daar zit volgens mij een beetje de kern. Je noemt het niet action research. Naast dat je dingen in beweging zet, je probeert ook wat resultaten te krijgen. Wat werkt nu het best? Of wat hebben jullie tot nu toe? Probeer toch een beetje te zoeken naar het meten. We moeten niet alles meer meten. Maar ik bedoel, wat voor effect heeft het? Ik moet ook verantwoording afleggen in hoeveel gezinnen komen er en wat. Als het om het meten gaat, denken wij dat, dat we moeten leren, dat professionals ook moeten leren denken in rendement. En denken in doelmatigheid van een oplossing. En dat moet niet beperkend worden en dat moet niet leidend worden. Maar het is heel interessant als professionals zich realiseren wat bepaalde oplossingen kosten. Wat zij zelf kosten. En wat we vooral niet moeten doen is dat we, en dat hebben we misschien wel in het New Public Management te veel gedaan, dat we allerlei verantwoordingsinstrumenten hebben ontwikkeld en die eigenlijk ook die uitvoeringsinstrumenten hebben besmet. Dus het grootste risico is dat we nu met de zelfredzaamheid matrix, waar we 11 leefgebieden hebben met 5 scoringsniveaus. Dat is de nieuwe stempel, is dat? Dat is de nieuwe stempel. Dan hebben we dus eerst hadden we 8 hadden we eerst DSM, nu hebben we de zelfredzaamheidsmatrix. En eerst hadden we 8 leefgebieden, nu hebben we er 11. En dan kun je dat gezin weer in 11 stukjes opdelen, organisaties achterzetten, et cetera. En wat het grootste risico is, het is een verantwoordingsinstrument. En daarmee gaan we die professional misschien ook op pad sturen. En dan wordt dat instrument wat verantwoording zou moeten dienen, dat wordt sturend in die praktijk. Dus die professional die gaat al meteen denken van ja, ik moet wel een plooiing scoren. Ja, deels is dat heel herkenbaar wat jij zegt. We hebben een onderzoek gedaan bijvoorbeeld in de reclassering, waar mensen dat soort dingen ook zeiden. Van, ja. Dat riskinstrument, hè, dat is eigenlijk heel sturend voor wat wij moeten doen. En dat willen we niet, want we weten best dat bijvoorbeeld bij recidieven dat het niet altijd klopt. Hè, dat bijvoorbeeld bij daders van huiselijk geweld, dat met die risicogebieden niet overeenkomt. En dat wij toch weten dat dat iets is wat zich vaak herhaalt, bijvoorbeeld. En dat soort dingen, dat klopt inderdaad. Dat is lastig voor professionals. Van de andere kant zien we ook in onderzoek dat bijvoorbeeld in jeugdzorgorganisaties, dat professionals de neiging hebben om helemaal de andere kant op te gaan. Te zeggen van, nou, dit zijn unieke cases. Hè? Dit is een uniek gezin. Hè? Ik, met mijn eigen ervaringskennis, die deel ik met mijn directe collega's in de intervisie. En dat is heel erg belangrijk. En dat wil ik heel graag doen. En ik wil de ervaring van de cliënt. Hè? Dat vind ik ook allemaal heel erg belangrijk. Maar kom mij niet aan met evidence-based dingen. Kom mij niet aan met patronen. En eigenlijk is dat heel jammer. Want ik denk dat het belangrijk is dat je misschien uiteindelijk effectiever, ook in de zin van veiligheid voor een kind of gezinnen die niet meer vreselijk in de prut zitten, dat je ook gebruik kunt maken van wat weten we eigenlijk al? Ja. Wat is er in andere situaties? Ja, ik geloof dat, ik weet niet of het nou, dat weet jij beter, of Plato of Aristoteles, het verschil tussen kennis en wijsheid. Hè? Kennis
is, dan weet je de regels en de handboeken goed en de checklist en de veiligheidschecklist, die kun je goed toepassen. En wijsheid is beter wanneer je er vanaf moet wijken. Ja. En beide zijn nodig. Ja. Maar omdat wijsheid ongrijpbaar is, ervaringskennis, intuïtie, et cetera, en kennis heel grijpbaar in boeken en een checklist, is de neiging, als je wil verantwoorden, om je te gaan verantwoorden op heb je de matrix goed ingevuld. Ja. En dan wordt het bureaucratie. Dus heel veel van die nu als bureaucratisch ervaren instrumenten, die zijn uitstekend. Ook zo'n plan van aanpak. Mijn medewerkers halen die 6 weken nu veel beter, omdat ze er niet meer op worden afgerekend, maar omdat ze begrijpen dat je er snel bij moet zijn. En dat het belangrijk is dat je binnen 6 weken gewoon een klik hebt met het gezin, zodat je kan werken. Dat is wel belangrijk, wat ik in ieder geval vooral uit je treedt regelmatig op, wat ik uit jouw verhaal haal, is dat je constant meer hebt over tegenhanger van nieuw public management mag noemen, maar de publieke waarde. Waarom werk je eigenlijk? Wat doe je eigenlijk? Dat als uitgangspunt. Hoe ver kan je daarop inzetten? Want dat is wat jij nu centraal stelt. Dan gaat duidelijk voor die wijsheid. Ja, daar kun je heel ver in gaan. Het is zelfs zo dat, die is niet van mezelf. Ik geloof dat Pieter Hilversum ook van iemand heeft gepikt. Maar als je de goede dingen doet, als je de dingen goedkoper probeert te maken, worden ze slechter. En als je de goede dingen doet, worden ze vanzelf goedkoper. En dat klinkt een mooie maat zijn, maar zo is het. He, dus bijvoorbeeld ook mijn medewerkers, die gewoon weer mogen doen wat nodig is in het belang van het kind. Komen daarmee vanzelf de dingen waar ik vroeger op werd afgerekend en wat pervers werkte. Namelijk, je moet binnen zoveel tijd klaar zijn en doorlooptijden. En waardoor de kwaliteit afnam, die haal ik nu gewoon vanzelf. De kwaliteit wordt beter. En uiteindelijk hebben we inmiddels al 30% minder onder toezichtstellingen, 30% minder in de uithuisplaatsingen. Dus we zijn gigantisch aan het verdienen. Nu al voor de gemeente, die straks zelf verantwoordelijk worden. Als afrondende vraag, jullie altijd zou ik die vraag willen stellen van hoe de balans tussen kennis en wijsheid moet noemen, maar in ieder geval de balans tussen de verantwoording en waartoe doe je eigenlijk. Wat zou een tip zijn voor of een overheidsmanager of iemand, een professional die daadwerkelijk werkt, maar iemand die daadwerkelijk aan de slag is. Wat zou je tip zijn om die balans te zoeken? Mag ik bij jou beginnen? Je hebt een rapport gemaakt, die balans probeert op te zoeken. Ik denk dat het belangrijk is om professionals te laten leren. In de zin van het combineren van verschillende soorten kennis. Maar dat vooral ook niet alleen maar binnen je eigen organisatie te doen. Om te proberen om dat in netwerken mogelijk te maken. Dus om ook te kijken van hoe doen andere professionals dat. Want jeugdzorg werkt niet alleen. Jeugdzorg werkt ook met de politie en ook met allerlei andere organisaties. Dus ja. Niet alleen maar binnen leren, maar over de grenzen heen leren. Mag ik nog richten, waar zit voor jou de balans als enerzijds de strijd richting het Haagse, anderzijds de positieve strijd voor je organisatie om te zorgen dat iedereen zijn ding kan doen? Welke strijd voer jij nou niet? Nou, ja, dat ik voer alle strijd die nodig ja, is precies. Om die kinderen veiliger te krijgen en zo niet onnodig in uithuispasen. Maar er was iets hierover waar je denkt, ik kom er gewoon niet aan toe en ik weet dat we dat zouden moeten doen. Nee, niet. Je doet gewoon wat nodig is. En kijk, we doen. En juist het aardige van het ontketenen van de krachtveeprofessionals is, daar moet je wel bij zijn. Je noemt ook wel eens de Croma-methode. Je moet er wel bij blijven. Een paar jaar. Want anders brandt het aan. Maar dan heb je ook vervolgens gewoon. Ik had vorig jaar als. Dan heb je gewoon ook allemaal leiders in je organisatie. Dat zijn leiders die een leiding nemen. Het klinkt een beetje raar, maar toch tijdelijk leiding nemen in zo'n gezin. Om een gezin weer in eigen kracht te zetten. En dan ontstaat er heel veel ruimte voor de bestuurder om buiten te spelen, zoals vandaag, of om de verhalen te vertellen. Want waardoor je ook politici wethouders en ambtenaren kunt betrekken bij het verhaal. En dat is ook wel zo als het gaat over verantwoording. Hè? Dus ik roep wel eens minder tellen, meer vertellen. Hè? Narratieve verantwoording vind ik wel een terrein waar veel meer aandacht voor moet zijn. Dus niet alleen maar die jaarverslagen met die cijfers, maar ook de verhalen. En dan niet alleen vertellen, maar ook zorgen dat ze komen kijken. En nog mooier, de opdrachtgevers. En nog mooier dat ze het komen ervaren. Want op het moment dat ze echt een keer op huisbezoek mee zijn geweest bij zo'n gezin, met een moeder met 4 kinderen, waarvan alle 4 verschillende vaders in de gevangenis zitten. En je komt daar thuis, en moeder is ook nog prostituee, want ze moet ergens de geld mee verdienen. Dan is de dag daarna de wereld van die ambtenaar of die wethouder wel definitief veranderd. Ja. Het is heel moeilijk om dan jou naast dit dan nog te vragen, maar waar je dan. Maar
Als er nu een andere vraag gaat. De negatieve verantwoording. Dat is lastig om dan nog in de context van vier ouders. Waarbij. De boek ingaan, de verantwoording achteraf. Over 50 jaar. Jij bent dan inmiddels minister van Binnenlandse Zaken geworden. En jij vertelt. Over 50 jaar? Oh, dan heb ik echt niks meer te zeggen. Ja. je mag terugkomen. Hè? Je mag over een paar jaar mag je beginnen en daarna kom je weer terug. En dan mag je de verantwoording afleggen over IPW, wat voor verschil het heeft gemaakt. Ontketen dit de revolutie en wat vertel je dan? Nou, als we het even op het on-topic houden, zeg maar, over die professionals, denk ik dat we, als het gaat om ruimte van professionals, dat we sturen nu heel erg op legitimiteit. Protocollen, et cetera, is allemaal gestuurd, allemaal gericht op het creëren van legitimiteit en soms zit dat in transparantie. En we willen eigenlijk maatwerk. Ik denk dat we daar een combinatie van moeten kunnen maken in termen van legitiem maatwerk. Want maatwerk is ook de andere kant van willekeur. En ik denk dat we professionals echt moeten toerusten met een soort van nieuw waarderingskader. Waar ze die legitimiteit aan kunnen ontlenen die we nu in allerlei protocollen hebben zitten. En dat vraagt een ander beheersingsweten. Dat vraagt een andere verantwoording. Dat vraagt veel meer toenadering tot die leefwereld. En begrijpen wat daar gebeurt. En dat zouden wij in ieder geval als instituut willen nalaten. Maar niet over 50 jaar, eigenlijk over 5 jaar al. En dan kappen wij er weer mee. Ja. Dankjewel. Kom er dan mee terug. Karin, Erik, Ilke, dank. Dank dat jullie tafelgasten wilden zijn. Dank voor het kijken. Discussieer mee via hashtag Oplaan. En tot de volgende uitzending. Dank. En vanzelfsprekend, abonneer op ons kanaal. Oplaan TV. Dank.